Ja, kijk maar wat leuk is. Nou, jij mag echt zo niks zeggen. Zo mega blij mee. Ik heb deze van die meiden gekregen voor mijn verjaardag. Surprise! Hallo! Het is vandaag dinsdag. En Roos en ik gaan foto's maken vandaag. Althans, eventjes een paar snelle. Ik heb een mee voor je. Oh, je bent geweldig. Die moet ik zo meteen pas aan. We zijn nu in Den Haag. We gaan zo meteen ook even eten. Want ik hoorde op mijn linkeroor dat ik was heel hoor. Dus we gaan even lekker fotootjes maken. Ik heb nu deze blazer aan. Die ik in mijn vorige week vlog ook aan. Want ik vind het echt heel leuk. Met een panterbroekje. En ook zo. Ik zei net tegen Roos. Ik weet gewoon echt niet. Leuk. Ja, van die Birkenstock doeks. Ja, maar dat is meer om normaal te voor niet een foto te dragen, wel nog te koud. Ja. Ik vind het zo lastig. Ik wil zo graag nieuwe sneakers, maar ik weet gewoon echt oprecht niet welke. En zeg maar, ik vind die deze die met die gazellen met die kleurtjes ook hartstikke leuk. Maar ik ja, denk ik iedereen heeft die alweer. Ja, we gaan foto's maken. Elke Celine. Even kijken, wil je een hoofdje? Ja, kijk wel wat leuk is. Ik weet het niet, jij bent de Den Haag expert. It ain't me. We're done with the pictures. Ik heb nu deze bodywarmer aan voor Alex. Daar moest ik even een foto van maken. En we gaan nu even eten. That's what we always do, hè? We're taking pictures. Winnie. Maar we weten nog even niet zo goed waar. Want ik hoor net dat Rosa zin heeft in een pasta. Volgens mij is het nog geen 11:30. Ik heb nog niks gegeten vandaag en ik heb zo'n honger. Hoe laat is het? Het is 11:45. Oké, okay. Waar kan je pasta eten? Weet je, het was maar een idee, het hoeft ook niet, maar kunnen ook gewoon het zou lekker zijn. We kunnen ook gewoon een Jamie Bennetje doen. Oké, we gaan even kijken. Heel best af van die trap, maar ik ben weer thuis. En ik heb dit setje meegenomen van de Zara. Ik vond hem zo leuk. Ik had hem dus gisteren al op de Zara site gezien. Het is dus dit shortje. Zo'n katoenen shortje met van die streepjes. En dan daarbij een bijpassende blouse. Ik vond het wel heel erg leuk met die body die ik eronder aan had. Kon je in het filmpje zien. Maar ook gewoon leuk met een bikinietje eronder. Dus helemaal blij mee. En ik heb ze allebei in een maatje XS. Even de codes laten zien. Dus die, ik ga nu eventjes me omkleden. En dan ga ik gelijk sporten. Want dat wil ik nog wel echt doen vandaag. En ik ken mezelf, als ik nu eerst heel lang op de bank ga liggen, dan ga ik het niet meer doen. Dus ik ga me gelijk eventjes omkleden. En dan ga ik even sporten in mijn eentje. Want Dag heeft een gesprek met haar stage. En Keert heeft nog steeds last van haar schouder. En vandaag gaan we rug en arm doen. Dus het is donderdag vandaag. En ik zit er misschien een beetje raar bij. Maar het is zo donker hier in mijn kamer. En hier heb ik een beetje een soort van goed licht. Mijn haar ziet er ook echt niet uit. Ik moet het echt wassen. Maar ik ga zondag foto's maken met Roos. Dus dan wil ik het eigenlijk morgen wassen. Want anders is het zondag ook weer een soort vet. Ik heb vanmorgen lekker gesport met Dag. Gisteren heb ik niet gefilmd. Want toen moest ik heel de dag bij Jarne werken. Dus dat was niet echt heel boeiend om te filmen. Maar er zijn wel pakketjes binnengekomen. Die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Als allereerst eentje van Le Fair. En zij heeft zulke leuke sieraden. En ze heeft dus nu een nieuwe collectie. De Aloha collectie. En ze heeft zulke leuke dingetjes opgestuurd. Een dingetje met zo'n zeester. Oorbelletjes met een armbandje. Of een enkelbandje denk ik. En nog een armbandje. Als je het beter laat zien. Kijk. Dit is toch schattig. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind die verpakking ook heel erg leuk. Vaak als een merk gewoon leuke verpakkingen en verzendingen vind ik het al een stuk leuker. Maar hier ben ik dus heel erg blij mee. Die heb ik van Le Fair gekregen. Dan heb ik een pakketje van Ten Watches gekregen. Ik had natuurlijk in mijn vorige week nog verteld dat ik van Stan
voor mijn verjaardag een Apple Watch had gekregen. En toen kreeg ik een berichtje van Melanie. Want haar vriend is dus de eigenaar van 10 Watches. En die had dus gevraagd of ik het leuk vond om een paar bandjes te ontvangen. Want hij verkoopt dus allemaal bandjes en dingen voor Apple Watches. Volgens mij ook voor andere smartwatches. Maar ik heb dus een Apple Watch. Dus vandaar. Ik heb allereerst dit bandje uitgekozen. Ik zal het even openmaken. Deze is ietsjes netter of zo, dacht ik. Voor... Ik vind, als je uit eten gaat, is zo'n Apple Watch natuurlijk best wel sportief. En deze is dan gewoon iets netter. En deze is in de kleur Starlight. Want mijn Apple Watch is ook in de kleur Starlight. Dan heb ik nog twee bandjes die ik echt heel erg leuk vind. Allereerst deze. Dit is zo'n sportief bandje, maar dan in het roze. Dit zijn dus gewoon de standaard bandjes die er eigenlijk altijd bij zitten bij Apple Watch. Maar dan in het licht roze. Die vond ik wel echt heel erg schattig en leuk. Gevlochten bandje. Die vond ik ook echt heel erg leuk. Ook leuk voor op vakantie. En er zit dus ook... rek in. Heel erg leuk vind ik deze ook. En ze hebben echt mega veel kleuren en verschillende soorten. En dan heb ik als laatste heb ik deze. Dat is een beetje een soort horloge-achtig bandje. En ik had de smalle gekozen. Want je hebt dus ook volgens mij nog bredere. Maar ik vind dat smalle altijd wel het mooiste bij mezelf. Omdat ik niet van die hele grote polsen heb. En er zit dus ook nog zo'n dingetje bij. Dat je hem dus kan verstellen. En dan als laatste heb ik nog wat ik echt heel graag wilde. En dat is namelijk zo'n beschermhoesje voor over je, ja, voor over dat glasplaatje heen. Want ik hoorde van heel veel mensen dat er heel snel kras op komen. Dus ik ben er heel blij mee. En die heb ik ook in de kleur Starlight. Omdat dat dus dezelfde kleur is als mijn Apple Watch zelf. Er zijn vandaag zoveel leuke pakketjes binnengekomen. Echt niet normaal. Ik wil ze heel graag aan je laten zien. Maar het begint echt al een beetje donker te worden buiten. Dus ik twijfel. Ik denk dat ik het gewoon ga laten zien. Zo. Oké, ik ga ze erbij pakken. En als ik zeg dat het er veel zijn, zijn het er ook echt heel veel. Ik hoop dat het licht een beetje oké blijft. Ik ga beginnen met het pakketje van zonnebrillen.com. Daar mocht ik er weer een paar uitzoeken. En ik heb er 3 gekregen. Maar ze zijn niet alle 3 voor mezelf. Ik heb er eentje voor mezelf. En dat is van Yves Saint Laurent. Dit is een bril die ik niet heel snel overdag zou dragen. Wel naar feestjes en festivals of lekker op het strand of zo. Maar ik zag deze zo vaak voorbij komen bij mensen op Insta. En dan vond ik hem zo leuk staan. Dus ik wilde hem ook gewoon echt heel graag hebben. En dat is deze. Het is echt zo'n heel klein festivalbrilletje. Maar ik vond het wel vet. Ook voor op Curaçao straks lekker. Als ik zo'n staart in heb of een knot in heb en dan zo een brilletje. Ja, ik vond hem helemaal leuk. Dus die heb ik van hun gekregen. Dan heeft Standaard ook nog eentje uitgekozen van het merk Purcell. Ik ken het zelf niet, maar dit is ook echt een hele vette bril. Deze. Een grijze met een beetje blauwe glazen. En ik vind hem dus zelf ook best wel leuk. Dus die kan ik af en toe ook nog van hem jatten. Echt een heel erg leuk brilletje vind ik dit. Ik probeer echt een beetje snel te doen. In de hoop dat het niet te snel donker gaat worden. En dan heb ik er nog 1 voor Joy uitgekozen. Dat is de vriendin van Stan's broer. En zij heeft er dus ook eentje van Yves Saint Laurent. Ja, ik wil hem dus nog niet helemaal openmaken. Want het is natuurlijk voor haar. Maar zij heeft deze uitgekozen. Ook echt mega vet. Ik denk dat ze hier ook heel blij mee gaat zijn. Dus die 3 heb ik weer van zonnebrillen.com gekregen. En ik heb altijd een kortingscode voor hun, van hun voor jullie. Want met de code Fleur krijg je 20% korting. En ze hebben dus echt al mega veel sale op de website. Dus ik zou echt zeker even kijken. Dan heb ik nog iets heel erg leuks. Ik heb namelijk van Nuno gewoon 3 tassen gekregen. Dat is echt niet normaal. Als allereerst deze beige. Met van dat beetje gevlochten. Echt heel erg gaaf vind ik deze. Lekker zo'n basic chill kleurtje ook. Staat overal wel leuk bij. Dan eentje van hun nieuwe collectie. En dat is deze roze. Oh, het begint echt een beetje donker te worden. Oké, ik ga snel. Deze een beetje rozige. Beetje zo'n poofy modelletje. Ook echt heel erg vet. En dan is denk ik dit wel een van mijn lievelings. En dat is deze zilveren. En dit is echt zo'n soort zakje. Vind ik ook echt heel erg vet. En ik heb deze dus gekregen van hun om foto's mee te maken. Aangezien ik volgende week samen met hun een giveaway online gezet op Instagram. Dus hou mijn Insta zeker eventjes in de gaten. Want je kan echt mega veel shoptegoed winnen. Ik denk dat die volgende week, als jullie deze week vlog zien, ergens deze week, dit weekend online komt. Dus hou het in de gaten. Dan nog een pakketje waar ik zo mega blij mee ben. En het is weer een tas. Ik heb hem mogen ontvangen van Bobby Luxury Vintage. We hebben daar een samenwerking aan gehangen. Waardoor ik dus korting heb gekregen op de tas. Vind hem echt bizar mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Die zit hierin. En de levering was echt super snel. Want ze heeft hem gisteren verzonden en hij was vandaag al binnen. Oh, dat is zo mooi.
Kijk. Het is een vintage Louis Vuitton tas. Maar hij is nog zo mooi. En ik heb hem nu dus echt voor een superleuk prijsje kunnen kopen. Omdat we er dus een samenwerking van hebben gemaakt. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat jullie hem goed zien. Ik zal morgen bij Beter Daglicht nog wel eventjes beter laten zien. Maar ik kon gewoon echt niet wachten met dit allemaal aan jullie te laten zien. Ik ben hier zo blij mee. Helemaal leuk. Ik zie me zo helemaal ermee lopen. En als laatste heb ik nog wat dingen besteld bij Temu. Heb ik gewoon zelf besteld. Maar ik zag zoveel leuke dingetjes. Dus ik dacht, ja, dat wil ik gewoon hebben. Allereerst deze. En deze zie je natuurlijk echt op TikTok nu zo vaak voorbij komen. En op Insta en overal. Hij was wel een pinnetje afgebroken toen hij binnenkwam. Maar goed, maakt niet heel veel uit. Of nee, hier zit dat. Hier is er wel eentje afgebroken. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. Ik vind het ook gewoon leuk voor om je tas heen of op vakantie. Dan heb ik 3 van die strikklemmen. Dat zie je nu tegenwoordig ook heel veel voorbij komen. Ik heb zo'n beige. Ik heb hem in het mintgroen. En ik heb nog een roze. Ik denk dat die roze mijn lievelings is. Kijk nou hoe schattig. Dit is toch helemaal leuk. En dan nog een klem. Ik weet niet waarom ik zo'n klem heb gesteld. Maar dat is deze. Deze heb ik dus al in het zwart van de Primark. Maar dit is dus een beetje een beige, licht roze kleurtje. Vond ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik even een nieuwe haarband. Want ja, ik heb deze al. Maar ik doe hem dus altijd op als ik mijn make-up doe. En die is een beetje oranje geworden van de bronzer en de foundation en alles. Dus ik dacht even een schone weer. Hiervoor wil ik eigenlijk bestellen bij Temu. En dat is een pillendoosje. Ik slik best wel veel vitaminepillen en haarsupplementen en dingen. En we gaan binnenkort een weekendje weg. Familieweekend. En ik ga natuurlijk op vakantie. En in plaats van al die grote potten mee te nemen, dacht ik het is handig om dat hierin te doen. Dus die. Dan heb ik nog zoiets handigs. Maar dan voor mijn SD-kaartjes. Want die dingen die verdwijnen overal. En ze kunnen natuurlijk ook kapot gaan als je er slecht mee omgaat. Dus ik heb dit doosje besteld. En daar kan je dus gewoon heel makkelijk al je SD-kaartjes in bewaren en die meenemen. Dan heb ik ook nog een paar kleine klemmetjes. Dat zijn deze en 4 verschillende kleurtjes. Ook wel handig aangezien ik niet heel veel haar op mijn hoofd heb. En soms vind ik het leuk om het zo half naar achter te doen. Dus dan zijn die kleintjes wel handig. Sticky achterkantjes besteld. Ik heb er nu ook eentje op mijn telefoonhoesje zitten. Maar die zit natuurlijk hier al mee. Dus als ik dan een ander hoesje wil, heb ik dat niet meer. Dus ik heb eventjes een paar kleurtjes besteld. Het begint nu echt donker te worden. Ik ben echt zo blij met alle items. Het is hier echt één grote zooi nu. Maar ik ben er echt oprecht zo mega blij mee met die tassen. Ik heb gewoon 4 nieuwe tassen in een dag. Doe even normaal. Super blij mee. Ik heb lekker net mijn haar gewassen. En verder ga ik vandaag niet heel erg veel meer doen. Overdag heb ik niet echt gefilmd. Ik heb met mezelf voorgenomen, ik ga alleen gewoon leuke dingen filmen. En niet als ik thuis op de bank zit. Dus dit was even een leuk dingetje van vandaag. Ik hoop dat het beeld een beetje oké was. Ik zal sommige items morgen bij daglicht nog wel eventjes wat beter laten zien. Maar voor nu ga ik dit even opruimen. En bedenken wat ik wil gaan avondeten. Want ik heb echt geen idee. Ik ben net even snel de stad in geweest. Want ik heb dus dinsdag het event van Hunke Müller. De Hunke Müller Show. Mega vet is dat altijd. Ik ben er 1 keer eerder geweest met Zoe. En dit jaar mogen we dus weer komen. Maar we hebben dus allemaal een setje gekregen waarop je dus je outfit kan baseren. Alleen die schijnt best wel door. Dus ik wil er weer eventjes nieuwe tapeplakkers halen van Litchi bij de Bijenkorf. Dus die heb ik daar gehaald. Want ik dacht, als ik ze bestel, zijn ze misschien niet op tijd binnen. En ze hebben ze gewoon in de stad. Dus die heb ik eventjes gehaald. En toen liep ik nog even snel langs Zara. Heb ik 2 van die simpele spaghetti topjes meegenomen. Vind ik gewoon heel erg chill. En ik weet niet, ik vind dat tegenwoordig wel heel erg mooi staan. En wat ik chill vind, is dat je deze bandjes kan verstellen. Want normaal is een S van de Zara echt altijd veel te groot. Maar dit is top. En die heb ik ook in het wit. Ook in een wit kleurtje. Die waren ook echt heel goedkoop. Die waren ook maar 8 euro. En toen was er nog een heel klein rekje met sale. Ik wist niet eens dat ze het hadden. En toen zag ik dus dit spijkerbroekje. Ja, ik vond deze echt geweldig. Kijk, deze is van zichzelf al zo omgeslagen. Ik vond hem echt heel erg leuk. Hij is alleen in een 34. En normaal van de Zara heb ik een 32. Dus ik hoop dat hij past. Maar anders vind ik het ook wel leuk als hij wat wijder zit. Want dat hoort natuurlijk wel een beetje bij die bovenkant. En deze was letterlijk nog maar 6 euro. Ja, ik moest hem gewoon hebben. Dus die heb ik ook meegenomen. Ik ga vanavond gezegd lekker uit eten met Stan bij Madestein. Echt super veel zin in. We hadden dus van mijn broertje heel erg lief. Even kijken. Voor de kerst hadden we cadeaubonnen gekregen om bij Madestein te gaan eten. Dus die kunnen we vanavond goed gebruiken. Ik ga hem zo meteen even klaarmaken. Maar er is net echt iets heel
kuts gebeurd. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar iets heel minder leuks. Ik heb natuurlijk sinds kort een auto. En hier voor de deur is het gewoon parkeren. Maar er staan ook bomen bij ons in de wijk. Dus mijn auto die stond donderdagavond volgens mij. Of woensdagavond stond die onder die boom. Want het was nog de enige parkeerplek die er was. En ik kwam terug die ochtend daarna. En er zaten gewoon barsten in mijn, ja, in mijn voorruit. En ik kwam er dus net achter dat er dus ook deuken in mijn dak daardoor zitten. Ja, ik ga proberen te laten zien. En toen ging ik dus kijken, daar op de vloer liggen dus allemaal van die best wel grote stenen. Echt zulke stenen of zo. Nou, zoiets. Maar als het natuurlijk uit een boom valt, dan komt dat best wel hard aan op je auto. En ik denk dus dat gewoon vogels die steentjes mee de boom innemen en dat laten vallen of zo. Want het is echt alleen rondom de boom. Ik weet niet of jullie het goed zien op camera, maar hier zit een sterretje en hier zit zo'n soort rondje. Hè? Dus ik heb wel Carglass gebeld en ik kan op 12 maart mijn ruit laten maken. Maar toen kwam ik er dus vanmorgen ook nog eens achter dat er ook een putje met krassen in mijn dak zit. Ja, ik baal er zo erg van. En ook hier aan de zijkant ook een putje en beschadiging. Ik baal er gewoon van, want toen ik die auto kocht had hij natuurlijk putten in zijn dak. En toen heb ik dat hele dak laten maken, zodat het dak weer helemaal nieuw en heel was. En nu een maand later zit er weer een putje in. Door die stomme vogels. Maar goed. Ik denk niet dat ik het ga laten maken. Want stel nou dat er weer geen plek is in de straat. En ik moet weer mijn auto onder die boom zetten. En het gebeurde weer. Dan blijf ik bezig. Dus ik zeg gewoon tegen mijn vader. Ik laat die auto gewoon lekker zo. Totdat ik ooit ga verhuizen naar een plek waar ze geen parkeerplaats met bomen hebben. En dan kan ik het altijd nog laten maken. En het zit op zich alleen op het dak. Dus je ziet het ook niet echt heel erg. Maar goed, het is wel eventjes balen natuurlijk. Ik ga me zo meteen eventjes douchen, want dat heb ik nog niet gedaan. En even make-upje erop. Even de hele mikmak. En dan lekker uit eten vanavond. En ik denk dat ik mijn nieuwe tas ga meenemen. Ik zal hem ook eventjes een keertje goed bij daglicht laten zien. Zo zien we beter dan gisteren. Maar sorry, dit is toch prachtig. En hij heeft echt amper gebruiksspoor. Er zitten geen krasjes. De onderkant is nog helemaal netjes en mooi. Dit hengsel is natuurlijk wel een beetje verkleurd. Maar ik vind het juist mooier bij Louis Vuitton tas als het wat donkerder wordt. In plaats van dat hele lichte. Vind ik gewoon niet zo heel erg mooi eruit zien. Ik vind dit veel mooier. Zo'n vintage model. Zo mega blij mee. Ik ga dus morgen met Rosa naar Amsterdam. Of naar Amsterdam. Naar Rotterdam gaan we naar de Skims pop-up. Dat. En dan gaan we ook even een fotootje maken. Dan ga ik deze ook meenemen. En daarna gaan we naar de Bayou Studio. Met Zoe gaan we daar ook even fotootjes maken. En morgenavond gaan we met die meiden uit eten. Dus helemaal leuke dingen om die tas mee naartoe te nemen. Echt heel erg blij mee. Ja, genoeg geluld weer. Ik ga zo even douchen. Ik ga denk ik eerst nog even een aflevering Flikken Maastricht kijken. Want het is nu 4:30. En ik heb om 6:00 bij Stan afgesproken. Dus ja, ik ga even lekker mijn make-up doen. Het is nu 4:30. Ik moet ongeveer om 5:50 rijden zoiets. Ik hoop dat mijn make-up eventjes gaat lukken. Ik heb even zin om te flieken. Want als ik er aankom dat die jongen denkt, zo. Ze is nog steeds leuk. Want ik kom daar zo vaak als zwerver 's avonds aan. Maar goed, ik ga even. Ik heb er dus echt één pukkel op mijn wang. Ik weet niet of je hem ziet. Maar ik probeer er gewoon van af te blijven. Want als ik hem ga uitknijpen, wordt hij alleen maar groter. En als ik er van af blijf, gaat hij vanzelf wel weg. Maar ik vind het vrij lastig. Ik breng eerst even mijn skincare aan. Als je wil weten trouwens hoe ik mijn make-up nu tegenwoordig doe. Misschien wil je het wel weten, misschien niet. Ik heb er laatst een video over gemaakt van Get Ready With Me. Die staat online. Daar laat ik alle producten zien die ik gebruik. Skincare laat ik daar volgens mij ook zien. Dacht ik. En zo niet. Ik breng nu eerst deze van Paula's Choice aan. De Milky Toner. Ik heb nu mijn gezicht even onder de douche gewassen. Die. En dan daarna Repairing Serum. En vandaag ga ik eerst deze gebruiken. Ik heb deze echt al heel lang niet gebruikt. Van Charlotte Tilbury. Maar ik ben wel weer benieuwd of ik hem wel weer wat vind. Dus die ga ik nu even gebruiken. Maar eerst even dit laten intrekken. Ik heb gedoucht. Ik heb make-up gedaan. Aangekleed, haar gedaan. En kijk, het gaat best wel goed met mijn haar, vind ik. Dus niet overcommenten als je denkt, ze heeft nog steeds geen haar op haar kop. Ik ben blij met hoe het nu gaat. In het echt ben ik echt een beetje oranje, maar op camera niet. Dus ik hoop dat het in het echt ook niet zo is. Dus wat ik aan heb, ik had eerst een body aan van de Hunkemöller, maar die was wel heel open en bloot hierboven. Dus vond ik niet helemaal de vibe. En dan heb ik deze laarzen van Toral eronder. Ik heb alleen een beetje welk tasje.
Ik kan dus ook geen zilveren oorbellen vinden. Dus dat is een beetje jammer. Ik denk misschien deze. Maar ja, ik heb natuurlijk gouden oorbellen. Dus eigenlijk vind ik dat ook niet zo heel erg leuk. Maar die laarzen zijn ook zilver. En anders dacht ik gewoon mijn Isenrad, want die is ook zwart. Echt, ik moet echt meer zilveren oorbellen gaan kopen. Want ik heb echt zo vaak het probleem dat ik gewoon niet weet welke zilveren oorbellen ik in moet. Maar wel zilveren oorbellen in wil. Het is zondagochtend. Het is 9 uur. Ik ga om 11:15 met Roze afspreken. Dan is ze hier en dan gaan we richting Rotterdam. Ik moet zo meteen nog eventjes wat outfitjes bij elkaar zoeken en maken. De avond was natuurlijk met Sanne het eten bij Maas. Dat was echt super lekker. Echt heel erg gezellig. Echt een leuke avond gehad. Maar voor de mensen die het ondertussen wel weten, ik film eigenlijk nooit als ik met Sanne samen ben. Dus dat heb ik ook niet gefilmd. Maar het eten was echt heel erg lekker. En het was echt heel erg gezellig. Dus dat was heel erg leuk. En vandaag best wel een drukke, maar vooral een hele leuke dag op de planning. Ik ga dus zo meteen met Roze gaan we naar Rotterdam. Gaan we naar de Skims Pop-Up Store. Ik zag gisteren op Insta dat Joanne er was. En toen had ik er een berichtje gestuurd van, is er nog veel? Want volgens mij is die Pop-Up Store er echt al 2 weken. En ze zei dat er echt nog heel erg veel was. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb dus een paar topjes van Skims. Eentje met ook een bandje, ook een body met bandjes. En die vind ik echt mega chill. Dus ik hoop daar nog eventjes wat nieuwe kleurtjes van te kunnen scoren. En ik heb ook van Dagmar de opdracht gekregen om te kijken voor een body. Dus daar ga ik ook even voor kijken. Dan gaan we even een fotootje maken in Rotterdam. En even een koffietje doen. En dan daarna rijden we naar de Bayou Studio. En daar komt Zoe ook naartoe. En dan gaan we daar eventjes wat content maken. En vanavond ga ik met die meiden met Dagmar, Keer, Kes, Zoe, Maria, Charissa. Gaan we uit eten bij Miss Lid of Sangria. Dat kwam er heel raar uit. Bij Miss Lid of Sangria. Dat ken ik dus door Amy. En ik was daar toen met Amy en Puk. En dat was echt super gezellig. Leuk tentje. Heerlijke sangria die je daar kan drinken. En we houden echt van sangria. Toen we waren ook met die meiden op vakantie naar Ibiza. Hebben we ook heel veel sangria gedronken. Dus daar gaan we vanavond lekker eten. Ik heb mezelf klaargemaakt. Make-up gedaan. Haar gedaan. Eerst de outfit aangetrokken. Want we gaan dus eerst naar Skims. En daarna gaan we naar een heel leuk koffietentje. Dus ik dacht, dit is wel leuk. Outfitje voor het koffietentje. Ik heb dat topje van de Zara aan die ik gisteren liet zien. En heb ik hem een beetje onder mijn BH gedaan. Ik heb deze vintage blouse aan van Ralph Lauren. Mijn vintage Louis Vuitton tas. Want daar wil ik even een foto mee maken. Dat klemmetje van Temu. En heb ik er gewoon een spijkerbroek onder aan. Mijn haar is iets vetter en minder leuk dan ik dacht. Maar goed, we gaan er gewoon wat van maken. En ik heb dus ook 2 zonnebrillen mee. Ik dacht, misschien is dat ook nog wel leuk. Ik heb die nieuwe bij me die ik van de week liet zien. En ik heb ook nog deze bruine. Ik weet nooit zo goed of ik zonnebrillen bij sommige outfits nou leuk vind of niet. Maar ik dacht, of deze. Of deze. Ik vind het ook wel een vibeje misschien. Even kijken wat Rosa vindt. Rosa heeft hier altijd veel beter verstand van dan mij. Het is nu 10:55. Rosa is hier ongeveer rond 10:45. Dus ik heb nog even 20 minuutjes om te chillen. En dan gaan we lekker naar Rotterdam toe. Wij zitten in de auto. En we zijn over 8 minuten bij de Bijenkorf. Gaan we eerst bij... Nou, toen ik in de spiegel keek, leek het alsof ik heel veel brons op was. Als ik nu in mijn camera kijk, lijkt ik wel een spook. Dat vind ik dus ook even met jouw camera. Ik keek naar mezelf, maar ik dacht, huh? Zo zie ik er toch niet uit? Nee! Nee, goed. Dus we gaan eerst naar Skims en dan gaan we daarna koffietje drinken bij Morgan en Mees. Daar was Roos van de week. Morgan en Mees. Mijn camera staat dus ingezoomd. En ik weet dus niet hoe ik dit terugkrijg. Alleen Zoe weet dat. Dus ga ik straks echt even aan haar vragen. Is het zo irritant? Maar goed, wij zijn er bijna. Peace out. We mochten maar 3 dingen meenemen naar binnen. Hier. En een topje. De eigen slaag! Ja! Oh, jullie staan een beetje. Kleine €200 lichter. Ja, Rosa, die moesten we tegenhouden. Die moesten we echt tegenhouden. Ja, oh. Maar jij hebt 3 dingetjes. Ja. Ik heb 1 dingetje en ook eentje voor dag meegenomen. En we kregen ook helemaal leuk een Skimstroopwafel. Nou, als je mij erg blij mee kan maken, is dat, echt wel heel cute, hoor. Zal ik het even laten zien? We gaan nu naar Morgan en Mees rijden. Ik heb voor dag deze grijze longsleeve. En ik heb die grijze, welbekende lange jurk helemaal blij mee. Echt
Helemaal geslaagd. Dus, en ik twijfel echt over een topje, maar ik dacht ja, ik ga het niet doen. Ik weet twijfel niet doen. En als het twijfel weg is, kan ik hem altijd nog bestellen. Want ik weet nu wel welke maat ik nodig heb. 1 kilometer. Oh, nou, dat is fijn. Ja, wat is dat? Ja, in deze kleur, dat vond ik wel cool. We kregen er een stroopwaf bij, die ga ik zo gelijk opeten. Trek. Aanhanger. En next up. Dit topje, deze zat echt heel mooi. Ja, die zat heel ja, mooi. Dus die wil ik eigenlijk ook nog in andere kleuren gaan bestellen. Gewoon een heel simpel hemdje. Want ik heb de jurk. Zal ik die ook laten zien? Ja, laat jij hier even zien. En ik heb dan nog dit topje. En dit is net een ander kleurtje dan wat ik nu aan heb. Net anders hoor, net aan. Ja, oké, okay, echt wel heel anders. Maar meer een beetje een soort geelachtig in het korte mouwen. En ik heb het wel bekende... Zijn jullie er een beetje bekend mee geworden met deze jurk? Nee toch? Nou, nee? Ik weet niet. Maar oh, die lange grijze jurk. En ze hebben hem dus ook, zag ik net, op de website in het bruin. Hou me tegen. Dus die gaat dat natuurlijk weer komen. Nou, jij mag echt zo niks zeggen. We hadden deze afspraak gemaakt om naar Skims te gaan in Rotterdam. En zij had al online even online dingen gekocht. Ja, ik moest toch wel zeker weten dat ik iets had. Gretig. Oké. Okay. Het is helemaal ingebouwd in mezelf. Jongens, sorry, maar ik was helemaal surprised. ik was helemaal verrast. Ik dacht, we gaan foto's maken in Bijen, maar het stond opeens al die meiden daar. Dus ik heb niks gefilmd. Maar we gaan nu lekker alsnog uit eten, want dat had ik natuurlijk in mijn hoofd wel wat dat ging doen. Met Keer, Kes en dan gaan we alsnog lekker bij Little Miss Sangria eten. Miss Little Sangria. Gisteren is mijn dag zo anders gelopen dan ik had verwacht. Ik ging natuurlijk in de ochtend ging met Roos naar Rotterdam. Ging we naar de Skims pop-up. Toen gingen Roos en ik eventjes wat fotootjes maken in Rotterdam. En eventjes een koffietje doen met Morgan en Mees. En toen zouden we naar de Bayou Studio gaan. Met Zoe, met z'n drieën, om daar foto's te gaan maken. En toen kwam ik daar aan. En toen gebeurde opeens dit. Tussen dus al mijn vriendinnen daar, behalve Diep. Want die zitten natuurlijk op Curaçao. Maar toen stonden ze er allemaal voor mijn verjaardag nog. Want ik had gezegd dat ik dit jaar mijn verjaardag niet wilde vieren. Want ik wilde gewoon iets doen met mijn verjaardag. Maar ik wist niet zo goed wat. Want ik ben in de winterjaar, dus dat was best wel lastig. Want je kan dan niet echt heel veel buiten doen. En Biep was er ook niet bij. Dus ik dacht, weet je, ik laat het dit jaar gewoon lekker voor wat het is. En ik vier het volgend jaar wel. Maar daar waren zij dus niet mee eens. Ze hadden super lief een surprise party voor me georganiseerd. Ik was echt zo erg aan het trillen. Ja, ik heb ook helemaal niet gefilmd daar, maar... Ik was zo erg aan het trillen, echt. Mijn handen gingen echt, ik denk oprecht 3 kwartier lang door. En mijn benen die waren helemaal aan het shaken. Ik had het gewoon echt niet verwacht. Ik had echt niks door. Toen heb ik heel erg lief van die meiden een fashion check gekregen en fans. Alleen die fans zijn nog niet binnen. Dus die krijg ik van de week als ik met Zoe ben, want die wordt daar bezorgd. En toen s'avonds ging ik nog lekker uit eten met een dag Keer en Kes. Want dat was eigenlijk het idee, dat we s'avonds... met die meiden uit eten zouden gaan. Alleen dat was dus een soort van smoes of zo. Ik weet niet precies. Maar goed, we gingen alsnog wel lekker uit eten bij Little Miss Sangria. Dat was echt heel erg lekker. Echt een aanrader. En echt niet heel prijzig. We zaten echt met z'n vieren super vol. We hadden een sangria proeverij gaan. En we hadden een hele fles sangria. En waren 37,50 per persoon kwijt. Dus dat viel echt heel erg mee. Ik vond het in ieder geval echt super lief en super leuk dat die meiden dat georganiseerd hadden. Al die meiden... van onze eigen groep waren er, maar Amy, Puk en Demi waren er ook. Madelief was er, Rowan was er. Nou, Rosa was er natuurlijk, die, ja, daar ging ik mee daar naartoe. Dus die zat heel de dag al tegen mij te liegen. Ik zei nog tegen haar 's ochtends, oh, ik heb zo'n leuke dag vandaag. Eerst ga ik lekker met jou naar Rotterdam en daarna gaan we samen bij Bayou. En vanavond ga ik met die meiden uit eten. En zei, ja, echt leuk. Terwijl zij wist al lang dat wij bij Bayou helemaal geen foto's gingen maken. Maar goed, maakt niet uit. Ik vond het in ieder geval een hele leuke dag. Ik heb het echt heel erg leuk gehad. Ik ben eventjes aan het klaarmaken voor de dag. Maar ik wil nog eventjes iets heel erg leuks met jullie delen. Want ik denk dat de meeste mensen
wel weten dat ik wel vaker samenwerk met Parfumado. En ik heb nu van hun weer een nieuw pakketje met nieuwe geuren mogen ontvangen. Parfumado is dus een heel handig bedrijf. Ik gebruik het echt best wel veel. Het ligt in mijn auto, ik neem het mee op vakantie, ik neem het mee als we uitgaan, als ik een nachtje ergens heen ga. Ik kan bij Parfumado namelijk een abonnement afsluiten om iedere maand een geur naar keuze te ontvangen in een reisformaatje. Zo zien ze eruit, je kan ze open draaien en dan zit hier het parfum in. Ik heb hier Narciso, is deze. Deze heb ik dus nog nooit gehad en daarom vind ik het juist zo leuk om op deze manier nieuwe geuren te leren kennen. Maar soms bestel ik ook favoriete oude geuren, zoals deze van Zadig. En Voltaire, die heb ik nu ook weer besteld. Ik vind het gewoon super chill om mee te nemen. Zoals ik zei, op vakantie of als je een nachtje weggaat. Of het ligt in mijn auto, zodat ik altijd een parfumetje bij de hand heb. En dat vind ik gewoon heel erg chill werken. Je kan dus een abonnement afsluiten per maand. En elke maand kan je dus een nieuwe geur uitzoeken die je voor die maand weer wil ontvangen. Er zit dus ook precies de hoeveelheid in dat je er precies een maand mee kan doen. Je kan er 30 dagen mee doen en dan kan je hem 4 keer per dag opsprayen. Dan heb ik, zoals ik zei, de Zadig en Voltaire. This is her undress. En deze ken ik al, want dit is echt een van mijn lievelings in. Die wilde ik gewoon heel graag weer opnieuw hebben. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Die ga ik ook gelijk vandaag lekker opspuiten. Dus dat is die. En als laatste nog eentje die ik nooit heb gehad. En die is ook van Narciso. Maar daar was ik ook heel erg benieuwd naar. Dat is de For Her Music Noir. Als ik het goed uitspreek. Een abonnement per maand kost dus €14,95. Ik denk dat echt super veel mensen dit kennen en wel eens voorbij hebben zien komen. En met de code NIJBAKKER50 krijg je dus 50% korting op je eerste maand van je abonnement. Dus dat is nog maar €7,50. Dus echt super leuk om op deze manier ook nieuwe geuren uit te proberen en dingen. Dus dit wil ik nog eventjes aan je laten zien. Ik heb vandaag echt de hele dag niet gevlogd, maar ik heb gewoon echt even mijn dag niet voor mijn kut. Ik weet niet. Maar goed, we moeten door. Want het is dinsdagavond, dus dat betekent dat ik de Hunkemuller Show heb. Daarvoor zijn we uitgenodigd, dus daar gaan we bij in de zaal zitten. Super leuk. En ik heb dus deze body aan van de Hunkemuller. Hij schijnt een beetje door, maar ik moet nog even stapelplakkers opplakken. Maar deze en dan met een zwarte pantalon. Ik wilde dus eigenlijk eerst er spijkerbroek onderaan doen. Maar ik vind het gewoon echt niet zo mooi staan eigenlijk met zwart en groen. Dus ik doe het gewoon zo en doe ik er een cropped blazer overheen. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik weet niet of ik helemaal tevreden ben. En ik ga nu even mijn haar doen. Zoe komt me om 6:15 ophalen. Want de deuren gaan om 7:30 open volgens mij. En dan begint de show om 8:30 als het goed is. Ik ben heel erg benieuwd. 2 jaar geleden waren we er ook. Dat was echt super leuk. Wel heel snel voorbij toen. Maar wel heel erg leuk. Dus ik ben dit jaar ook heel erg benieuwd. Maar ik vind die body wel echt heel erg mooi. Oké, ik ben helemaal klaar. Ik denk dat dit het wordt. Blazer en pantalon zijn allebei van Naked. En dan heb ik dus die body van de Hunkemuller eronder aan met deze oorbellen van Lovies. En dan neem ik denk ik dit zwarte tasje mee. Deze van de Zara. Ik twijfelde heel erg. Ik dacht ik kan ook deze, maar in het moodboard staat niet echt glitter. Er staat zwart, groen en licht roze. Dus ik denk dat ik gewoon deze lekker meeneem. Zoe en Sam die zijn nu onderweg. Dan komen ze me ophalen en dan gaan we richting Amsterdam. Het is dus in de gasthouder. En daar stond ik 2,5 week geleden lekker op een feestje. En nu staan we daar allemaal een beetje mooi te wezen. Verschil moet er wezen. Ik weet nog steeds niet wat ik van mijn make-up vind. Ik heb ook even wat op mijn lippen gedaan. Ook heftig heb ik ook nooit. Maar weet je wat het is? Bij die Hunkemuller Show doet iedereen altijd zo mega erg zijn best met hoe ze eruit zien. Dat ik niet kan achterblijven. Maar goed, ik weet niet of dit mijn best doen goed is uitgepakt. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Women, we are the heart of life. We move the world. We make it grow. Vandaag donderdag. En ik ben helemaal vrolijk wakker geworden. Het zonnetje schijnt. Ik voel me weer top. Leuke dag vandaag. Ik heb net even een samenwerking gefilmd voor Vitakruid. Die staat er eigenlijk al gelijk op. Dus ga ik even bewerken zodat ik die kan opsturen. Ik ga mijn camera een beetje scheef. Ik heb mijn make-up eventjes gedaan. Want ik ga zo meteen ook even wat stories voor lounge filmen. En vanmiddag komt het keer. En dan gaan we samen een video voor Naked filmen. Dus helemaal leuk content. Dacht je helemaal zin in. Dus dat eigenlijk. Echt, ik heb me de afgelopen dagen wel iets slechter gevoeld. Moet ik heel eerlijk toegeven. Maar
Vandaag voel ik me echt weer mezelf en weer goed en weer even weer wat blijer. Want echt maandag, dinsdag, woensdag was echt niet mijn dag. Ik weet niet, is dit het eerste wat ik film deze week? Nee, dat denk ik niet. Nee, dinsdag. Nee, ja, maandag, dinsdag heb ik volgens mij wel gefilmd. Maar goed. Ja, ik ga eventjes, het is echt nog best wel vroeg. En een vroege week vandaag, het is 9:15. Maar dat vind ik alleen maar lekker. Dus ik ga eventjes die video voor Sales Solution bewerken. En dan gaan we door naar het volgende content. Ik ging even een pakketje ophalen bij het postkantoor. En toen besefte ik dat er ook nog een pakketje van mij klaar lag bij Zara. Dus ik ben even snel naar de stad gegaan. Ook even wat dingen bij het kruidvat gehaald. Maar ik was natuurlijk zondag met Roos naar de Skims Pop-up Store in Rotterdam. En ik had er echt een super mooie jurk gekocht. Die grijze. Maar daar hadden ze dus maar twee kleuren. Alleen zwart en grijs. Ik ging even op de site kijken en toen zag ik dus dat ze hem ook in het bruin hadden. Ja, ik vind bruin de laatste tijd zo'n mooie kleur, dus die heb ik ook besteld. Ik heb hem in een XXS en die grijs is ook in een XXS en die staat echt perfect. Oh, deze kleur is ook zo mooi. Kijk. Zo'n mooie kleur. Echt heel erg blij mee. En je ziet ook gewoon als je hem zeg maar zo vasthoudt. Ik weet niet of je dat goed ziet op camera. Dat er ook echt al zo'n zandloper figuur in zit. Dus echt helemaal zo. Ja, hij is gewoon echt krachtig. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En Roos en ik hadden samen een bestelling geplaatst. Zodat we geen verzet kost hadden. Dus deze is voor haar. Ze heeft zo'n topje in het. In deze kleur. Een beetje grijs-groene. Ook een hele mooie kleur. Dus die ga ik van de week aan haar geven. Dan had ik een bestelling geplaatst bij de Zara. En die heb ik opgehaald. Ik zag een paar leuke topjes voor de zomer. Dus allereerst deze witte satijnen top. En dan op je rug heeft hij dus zo'n strik zitten. Echt heel erg mooi. Ik heb dus al zo'n soort topje van vorig jaar van de Zara in het mint. Ja, een beetje mint pastelachtig. Maar die heeft zeg maar echt een soort van halter nek. En deze heeft gewoon zo'n recht nekje. Dus die vond ik echt heel erg mooi. Die heb ik in een XS. Dit is de code. Dan heb ik heel simpel een body. Oh, deze voelt echt heel dun. Deze schijnt sowieso door. Nog een heel leuk grijs bodytje. Maar ik weet niet of je het ziet. Oh, dat is alleen de achterkant. Voor is die wel dubbel. Oké, beter. Maar die heb ik in een S. Ik hoop dat die past. Want dat is soms een beetje te groot. Maar ik vond het grijze kleurtje wel heel erg leuk. En dan heb ik ook zo'n mooi halternekje. Zoals die. Ik dacht ook leuk met een blazertje eroverheen. Dan nog een satijnen topje. En dat is deze. Deze vind ik ook zo mooi. En ik twijfel heel erg. Want je had deze dus in het wit en in het zwart. En deze in het wit en in het zwart. Dus ik dacht, oké, dan doe ik van de ene witte, andere zwarte. En ik denk dat ik wel blij ben met dat ik deze keuze heb gemaakt om deze in het zwart te nemen. Het is gewoon zo'n triangle topje. En heeft hier dus allemaal strikjes. Ik vond dit helemaal schattig voor de zomer. En dan als laatst een spijkerrokje met zo'n stoffen band erboven. Je ziet nu natuurlijk heel veel dat mensen van die onderbroeken dragen onder spijkerbroeken of rokken. Maar bij deze zit hij er dus al aan vast. En dat vond ik ook echt heel erg leuk. En ik hoop dat die past, want spijkerrokjes van de Zara zijn eigenlijk altijd te groot voor mij. Maar misschien omdat ik dit nu zelf kan aantrekken, dat hij hopelijk wel past. En deze heb ik ook in een XS. En is dit de code? Oh, had ik van die zwarte de code laten zien? Ik weet het niet. Dit is van die zwarte de code. Dus dat. En ik was nog even snel met de prijs wat gelopen. Ik had even harsstrips gehaald voor mijn gezicht. Want ik wil eventjes vanavond mijn wenkbrauw en mijn bovenlip en zo weer harsen. Deze mascara had ik dus vroeger echt al en altijd. Ik heb denk ik deze echt oprecht 6, 7 jaar gehad of zo. En ik zag hem weer liggen en ik dacht, ja, ik ga hem gewoon weer een keertje proberen. Want ik vond hem zo lang zo fijn. Misschien vind ik hem wel weer fijn. En ik had even een nieuw oogpotloodje nodig, want de mijne was bijna op. Dus gewoon een zwarte die ik altijd heb. En ik heb dus nu ook een bruine genomen, want ik zie dus best wel vaak dat mensen ook bruin gebruiken. En misschien staat dat bij mij iets minder hard. Dus dat ga ik ook proberen, dus dat. Ik ga even content voor lounge maken en dan ga ik keer appen als die erin kan komen. Dan komt ze gewoon gezellig al vast. En dan gaan we straks even die video filmen en gewoon chillen, denk ik. Oké, content voor de lounge heb ik gemaakt. Ik vind het echt zo'n leuk topje, alleen zo een beetje lastig qua wat voor BH of zo je eronder moet. Maar op zich zo kan het wel. En ik heb dus ook een sportlegging van lounge aan.
Ik denk dat ik die sportlegging lekker aanhoud, maar ik doe voor de video zo meteen met een keer wel even een ander topje aan. Dus ik ga even keer appen dat ze kan komen en dan gaan we zo meteen lekker een videootje filmen. Keer en ik zijn al een tijdje klaar met die video opnemen. Ze is ook weer weg, want ze moest werken vanavond. Dus ik ben nu weer alleen. Maar ik wil nog eventjes twee dingen laten zien. Allereerst deze. Ik heb deze van die meiden gekregen voor mijn verjaardag afgelopen zondag. Alleen ze waren nog niet binnen, dus ik heb ze nu gekregen. Maar ik had dus al een fashion check van ze gekregen. Ik had natuurlijk het super lieve surprise feestje van ze gekregen. En deze fans. Want ik zei van de week al, ik wil super graag nieuwe sneakers. Maar ik weet gewoon echt niet welke. En deze zijn gewoon heel basic en passen overal bij. En vond ik heel erg leuk. Ze hebben zo'n dikke, hoe noem je dat? Dikke tong. Dit is dus ook best wel dik. Maar ik vind ze echt heel erg leuk. Leuk voor onder een spijkerbroekje gewoon. Echt weer van die schoenen die je lekker chill in de lente kan dragen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik had een bestelling geplaatst bij Stieglitz. Deze trui. Vind ik echt amazing. Echt heel erg leuk. En dat is deze. Zag ik ook helemaal voor me. Leuk ook van de zomer als we weer Colorado feestjes hebben. Of ergens anders feestjes. Om dan deze. S'avonds is het dan gewoon best wel koud. Dus lekker deze eroverheen doen met een shortje. En dan of cowboylaars eronder. Of die fans eronder. Ik zag het helemaal voor me, helemaal leuk. Hij is wel echt mega groot. Terwijl het is een XS. Maar ik hou er wel heel erg van. Ik ga eventjes naar het Kruidvat lopen. Want ik heb gewoon eventjes zin om een stukje te lopen. Want het is best wel lekker weer buiten. Als je naar de Ezels lopen. Ik weet niet. Ik heb gewoon zin om te lopen en even lekker rond de neus. Ik ben natuurlijk vanmorgen ook naar het Kruidvat geweest. Maar de Kruidvat in de stad is zo'n chaos altijd. En hier is hij veel opgeruimder. Dus ik ga gewoon eventjes lekker bij ons door de straat wandelen. Dus je hebt er heel veel leuke winkeltjes en dingetjes. Gewoon even neuzen. Even kijken. Ik wil eigenlijk ook de Bachelor kijken. Maar ik denk dat ik dat lekker ga bewaren voor vanavond. Want dan heb ik vanavond ook nog wat te kijken. Het is vandaag vrijdag. En ik ben helemaal blij. Het zonnetje schijnt. Maar er kwam net een heel erg leuk pakketje binnen. Want ik heb dus een samenwerking met Triangle. Niet voor op YouTube eigenlijk. Het is voor op Insta. Maar ik vind het toch wel even heel erg leuk om aan jullie te laten zien. Deze bikinietjes. Want die gaan sowieso mee op vakantie. Ik heb er twee van hun mogen ontvangen. En ik ga beginnen met deze. Want deze vind ik zo vet. Je krijgt bij Triangle dus altijd van die soort van laptopachtige hoesten erbij. Wat super chill is. Want daar kan je ook weer make-up of dingen in doen voor vakantie. Maar daar zit allereerst deze brons bikini in. En I think it's really pretty. Oh, hoe zit het? Dit is het broekje. Het is dus een bruin bikinietje met glitters erop. Ja, ik vond dit zo leuk eruit zien op de foto. Wacht, ik ga die foto eventjes laten zien. Kijk nou even hoe prachtig. Dus die wilde ik sowieso heel graag. En daar zit dus ook dit topje bij. Gewoon een heel simpel triangle topje. Maar echt heel erg mooi deze kleur als je bruin bent. Echt. Ik hoop dat dat broekje past aan. Want dat broekje is dus een maat S. En ik vind dat achterkantje er best wel ruim uitzien. Dus ik ben benieuwd. En het topje heb ik ook in een S. En die ziet er dan wel weer wat smaller uit. En dan heb ik er nog eentje die ik echt onwijs leuk vind. En dat is een velvet. Een velvet bikini. In een blauwe kleur. De kwaliteit voelt ook echt heel goed aan. En dat is deze bikini. Die vind ik ook echt super, super leuk. Echt heel erg mooi. Ook deze heb ik weer in een S'je. Want Triangle valt gewoon best wel klein. Althans vooral de topjes, vind ik. Want dit topje is ook een S. En die is ook behoorlijk petit. Ik hoop dat dit past. Ja, dit past wel. Ik hoop dat die broekjes ook passen. Want het zou zonde zijn anders. Maar ik denk wel. Het ziet er wel echt heel groot uit. Die broekjes. Ik vond dat wel lukken. Ik hoop het. Ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee. Nu nog hopen dat het ook goed zit. Ik ga eventjes lekker flikken met Maastricht kijken. Want elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering van op. En dat is echt mijn guilty pleasure. Flikken met Maastricht. Jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dat deze week vlog mega lang is geworden. En dat ook twee weken in één vlog zijn. En dat komt omdat mijn laptop vorige week heel de tijd vol zat. Toen ik mijn weekvlog dus wilde bewerken. En dat is mijn oude laptop. Dus die zit gewoon echt super snel vol. En ik heb wel een nieuwe laptop deze. Maar ik had dit dingetje niet. En zonder dat dingetje kan ik dus mijn SD-kaart
niet in mijn laptop zetten, waardoor ik dus niet mijn video kon bewerken. Dus ik moest eventjes wachten tot dat ding binnen was. En die is dit weekend binnengekomen. En toen dacht ik, ja, ik kan 2 losse weekvlogs online zetten. Maar ik kan er ook gewoon 1 lange van maken. Dus dat is wat ik nu heb gedaan. Ik hoop dat jullie de vlog alsnog leuk vonden. Hij is een beetje lang geworden. Misschien een beetje chaotisch van hak op de tak. Maar ja, in ieder geval wel een lekker lange video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!